3, 2, 1, go! Sommige mensen vinden het leuk om in raceauto's te vliegen, raceauto's te racen. En wij vliegen dan nu in een derde dimensie nog daarbij. We hebben die brillen op. Daar zien we dus precies eigenlijk wat er in die quadcopters, in die drones gebeurt. Of wat daarvoor gebeurt. En dat gaat gewoon reusachtig snel. Het voelt echt alsof je vliegt. Race drones kunnen snelheden tot wel 120 km per uur bereiken. Om te racen is er een terrein nodig ter grootte van een voetbalveld. Daarom wordt er getraind in een sporthal of een groot park. Het geluid vind ik mooi en gewoon echt het vliegen, gewoon de kick van mooie rondjes vliegen. Dat vind ik mooi. En de techniek eromheen natuurlijk. Al de dingetjes zelf van elkaar knutselen. Het gaat allemaal weer kapot als je tegen zo'n muur aanvliegt. Dan moet je weer nieuwe onderdelen vinden. Ik denk dat ik het afgelopen jaar wel een paar duizend euro aan uit heb gegeven. Wereldwijd is het drone racen steeds groter en professioneler aan het worden. Op 11 en 12 maart worden er in Dubai wereldkampioenschappen gehouden. Waar de winnaar er met een miljoen euro aan prijzengeld vandoor gaat. Zeker niet verkeerd. Maar het is gewoon de next level. Dat niveau hebben de heren nog niet bereikt. En daarom trainen ze nu eerst voor de Europese kampioenschappen. Helemaal foutloos gaat het toch niet. Ik heb een lichte crash gemaakt. Met de propeller ben ik tegen de metalen paal aangevlogen daar zo. En dat heeft zoveel uitwerking gehad. Dat mijn hele motor is gebroken. Eén ding is zeker. Drones hebben de toekomst. Voor een paar jaar zie ik gewoon letterlijk een stadion vol met mensen. Waarbij je 8 racers waar zwaar op gewed wordt. Wat je vroeger de paardenraces had. Tegenwoordig de drone races, zeg maar. Volgens mij wil je nog een rondje. Zeker, ja. Die gasten die hebben nu volgens mij 7 laps erop zitten. Moeten ze nog even inhalen.